iedereen en leuk je weer kijken naar mijn kanaal Boken de Sims. Ik ben natuurlijk Bo en vandaag weer Sims 4 Magisch Rijk. En ik heb er super veel zin in. Hopelijk jij ook. En als je dat hebt, doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, zodat je nooit meer een video mist van dit kanaal. En ja, ik heb er weer zin in vandaag. Melody is alweer wakker. Ik was heel even daarna vergeten. Wat is dit? Oh, dit is mijn totemdier. Maar waarom hangt die nog daar? Die zou toch mee moeten vliegen? Nou, in ieder geval, ik ga eventjes naar de wc. Ik heb voor deze aflevering alweer... Oh, hij komt al. Oeh, hij komt heel eng aan vliegen. Ik heb een aantal dingen voor deze aflevering op de planning. Ten eerste zag ik in de reacties dat je in het Magische Rijk wel boeken kan kopen. En dat je dan wel een vaardigheid opbouwt. Dat wil ik even proberen. Ik wil in ieder geval sowieso dat die boeken wel even hebben. Zodat we daar misschien iets uit kunnen leren. Ik wil vandaag even die andere... Weet je, dat ga ik gewoon gelijk doen. Ik kleed haar even aan. Eventjes outfit. Vandaag... Oh, deze outfit hebben we ook. Ja, dat vind ik persoonlijk wat minder leuk. Kijk, het is met een kat. Maar nou, dat kan voor één dagje ook wel. Ja, ik wilde deze kavels allemaal nog even ontdekken. En sowieso wilde ik nog naar de bar. Hier woont de familie Charm. Hier wonen de vriendelijke volgelingen. Helemaal prima. Ik ga eerst naar de familie Charm. Volgens mij ken ik daar ook iemand. Tenminste, ik zag... Of nee, ja. Ken ik hem al, toch? Daryl Charm? Volgens mij ken ik hem al. In ieder geval, ik ga daar eventjes langs. Ik ben eigenlijk heel benieuwd gewoon... Oh, hier, Daryl. Ik ben heel benieuwd hoe het er daar binnen uitziet. Oké, ik ben er. Deze vrouw kende ik ook al, Minerva. En Daryl ken ik dan. En oh, Emilia, aha, die ken ik ook al. Maar dat is niet een Charm, het is een Ernest. Ik weet niet wat dat dan weer is. Of wat dat dan weer is, wie dat dan weer is. Ik weet niet of zij bij deze familie hoort of dat ze hier gewoon voor de deur staat. Oeh, oké. Weet je ook wat ik jammer vind bij de huizen die de Sims zelf, zeg maar, maakt? Dat ze altijd zo leeg zijn. Tenminste, ja, ik vind het best wel leeg. Ik bedoel, hier in de gang staat letterlijk niks. Ja, tafeltje. Maar waarom staat er dan iets leuks op of zo? Ja, ik weet niet. Ik vind dat ze er zo weinig meubels in zetten. Ik weet niet of dat een reden heeft. Misschien om het huis goedkoop te houden of zo. Maar ik vind het altijd een beetje jammer. Ze mogen het wat meer aankleden, vind ik. Of ze laten het juist een beetje leeg, zodat je dat misschien zelf nog kan doen of zo. Dat dat het idee is. Ik heb echt geen idee. Maar, moet je kijken. Ja, dit bedoel ik dus. Moet je kijken hoe leeg die kamer is. Er staat letterlijk één bed en een kleed. Dat is toch niet leuk? Dat is toch saai? Maar goed. Zal vast een reden voor zijn. Dit is dus hoe het huis er van binnen uitziet. In principe een mooi huis waar je echt wel iets heel leuks van kan maken. Ik vind het nu dan persoonlijk niet heel erg leuk. Ook een heel mooi, noem je dat, veranda? Noem je dat zo? Ja, of een, ja, nou, het is geen balkon. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Leuk. Ja, eigenlijk wilde ik hier verder niet zoveel meer doen. Dat was het eigenlijk wel. Hoezo zijn we zo moe? Ik heb toch gewoon geslapen en deze bol gaf licht. Oh, wat is dit? Normaal. In dit bereik is alle toverkunst normaal. Oh, dus we kunnen ook ergens zijn waar bijvoorbeeld waar we niet onze magie of zo kunnen gebruiken. Oh, oké. Nou, ik ontdek nog steeds nieuwe dingen. Dan ga ik maar even naar dit huis. Vriendelijke volgelingen. Ik heb geen idee of ik deze mensen al ken. Volgens mij niet. Maar we gaan het zien. Nou, hier ook eens eventjes op de deur kloppen. Kijken wie hier wonen. De vriendelijke volgelingen dus, blijkbaar. Kom maar binnen, nou, dat is aardig. Weer zo'n kaal huis. Echt ontzettend kaal. Ik bedoel, stel je voor, dit is je woonkamer. Je hebt niet eens een lekkere bank. Maar wel weer een heel mooi huis. Kan je ook echt weer wat van maken. Ik denk dat de persoon die hier woont boven is. Oh, hij zit hier in bad. Tomax, oh, die kende ik wel al. Wie woont hier dan nog meer? Er woont hier ook nog een vrouw. Dat is dan denk ik zijn vrouw. Ja, misschien ook wel helemaal niet. Maar die is blijkbaar niet thuis. Hij zit in bad, dus ja, ik heb hier verder dan ook niet zoveel te doen. Dus dan heb ik het hier eigenlijk ook wel weer gezien. Dan is eigenlijk het laatste wat ik nog wilde zien in deze wereld de bar. Daar ben ik dan wel het meest benieuwd naar. Ik ben benieuwd of daar veel tovenaars zo zitten. We kennen al best wel veel mensen trouwens, vind ik, op zich. Ja, ik ga eventjes naar de bar toe. En dit is dan de bar. Ook die vind ik eigenlijk wel een beetje kaal, maar ja, oké. Ik kan er wel mee door. Er zijn niet zoveel mensen. Ja, die Emilia die is er. Maar die hebben we net ook al gezien. Ik kan wel eventjes naar haar toe gaan.
en haar eventjes leren kennen of zo. Misschien wilt ze wel eventjes gezellig kletsen. Kunnen we misschien ook iets van een toverdrankje of zo bestellen? Eens even kijken of dat kan. Het lijkt me wel eigenlijk nu met de toverwereld. Want dit was natuurlijk, kreeg je erbij bij vampieren volgens mij. Of nou ja, dat is voor vampieren, dat plasma. Cupido sap, is dat nieuw? Dat heb ik nog nooit gezien. Het huisdieren sap heb ik nog nooit gezien. Maar ja, dat hoort natuurlijk bij de huisdieren. Dit is denk ik nieuw van het eilandleven. Stomme film. Wat is een stomme film voor drankje? Wat doet dat? Ik heb echt geen idee. Oh, vaardigheid, hè? Moet je daar vaardigheid voor hebben? Oh, ik denk een vaardigheid voordat je hem kan maken. Oké, maar ik zie zo snel niet of er iets nieuws is van een nieuw drankje. Hey, er komt nog iemand binnen. Oh, dat is Daryl Charm. Alleen maar mensen eigenlijk die hier een beetje wonen zijn er tot nu toe. Ik zou het ook wel leuk vinden om wat nieuwe mensen te ontmoeten. Al zijn er in het Magisch Rijk zijn wel heel veel mensen die je kan ontmoeten trouwens. Dus ja, genoeg te ontmoeten. Ik zie even de buurt te verkennen hier. Het is hier wel mooi. Het doet me een beetje denken aan het ene pakket. Het allereerste pakket was dat. Met het kamperen. Daar doet dit me een beetje aan denken. Ik ben even helemaal vergeten hoe die heet. Of vakantie. Nee, niet op vakantie. Hé, hoe heette die nou? Op kamperen of zo? Nee. In de natuur, dat was het. In de natuur. Volgens mij heet die zo. Daar lijkt dit een beetje op. Hé, hey, hier is iemand. Die ken ik ook al. Die is Simeon Silver Sweater. Ik ken iedereen al of zo. Ik heb toch al best veel mensen leren kennen. Wie is dit dan? Nou, dit is Maarten. Maar die werkt volgens mij achter de bar. Tenminste, het lijkt zo. Want hij heeft een bar outfit aan. Oké, nou, ik heb het hier eigenlijk wel weer eventjes gezien. En we hebben honger. Nou, weet je wat ik dan gewoon doe? Kijk jongens, ik ga het gewoon doen. Smullio. Oeh, ja hoor. Kijk, even een lekkere tossie getoverd. Nou, dit is toch geweldig. Ik vind het zo'n geweldige spreuk. Ik vind het echt helemaal leuk. Maar we moeten echt even meer spreuken leren. Want nu kunnen we natuurlijk nog niet zoveel. Maar dat moet wel even gebeuren. En ze is heel erg moe. Dus ik denk dat ik eventjes haar een dutje ga laten doen. En dat we daarna even nog naar het Magische Rijk gaan. En... ik heb ook heel veel leuke reacties gekregen op het idee van dat Melody met een vampier wat krijgt. En nu heb ik een hele leuke vampier toegevoegd in Forgotten Hollow. En die woont hier. Strong. En hij heet Damon. Damon Strong. En misschien zie je het als een plaatje. Misschien als je de serie The Vampire Diaries kijkt, dan weet je een beetje waar dit vandaan komt. Want daar is een van de hoofdpersonen, heet Damon Salvatore. En dat is een vampier dus. En die lijkt heel erg op hem eigenlijk. Dit is eigenlijk precies hoe die er bijna uitziet. En ik vond het wel leuk om een beetje zo'n type misschien te matchen met Melody. Want in die serie is hij ook zeg maar een beetje de bad guy. En hij gaat dan met echt zo'n heel goed lief meisje, zeg maar. Echt de good girl. Het is echt twee heel andere personen gaan er met elkaar. En ik vind Melody ook echt een good girl. En hij is dan een beetje de bad guy, zoals je ziet. Hij is ook gemeen en zo. En een beetje zelf ingenomen. Dat soort dingen. Dus ik wil Melody graag kennis met hem laten maken. Ik ben heel benieuwd of ze elkaar een beetje leuk vinden. Het zal wel een beetje misschien met slag en stoot gaan. Maar ja, een beetje een challenge in de relatie. Een beetje, hoe noem je dat? Een beetje de strijd met elkaar aan. Een beetje je best voor elkaar doen. Moet ook kunnen. Maar ik ga Melody eerst eventjes lekker naar bed sturen. Even een dutje laten doen. Want ze is blijkbaar ontzettend moe. Oké, we hebben weer even wat geslapen. Ik ga nu naar de magische poort vliegen. En ik ben nu wel even benieuwd hoe dat opstijgen dan gaat met die bezemsteel. Want dat heb ik vorige keer niet gezien. Oh, dat ging niet helemaal soepel. En nu komt ze hier. Oh, ze is er al. Nou, het gaat nog niet helemaal soepel, dat vliegen. Maar ze ontwikkelt wel een soort vaardigheid, zag ik. Is dat dan dit of zo? Ik zag zo'n boekje met een plusje boven haar hoofd. Maar we gaan even naar het Magisch Rijk. Kijken of ik die boeken kan vinden. En kijken of ik misschien nog een nieuwe spreuk kan leren. Want ik wil heel graag nog een spreuk leren. Oké, en daar ben ik dan. Ik zie hier... Oh, die man kan al een stuk beter op zijn bezemsteel vliegen. Maar waar moet ik die boeken dan... kopen, want ik ben vorige keer hier geweest. En hier... Oh, die kan ik hier misschien kopen. Boekwerken. Aha. Ben ik daar vorige keer dan niet langs geweest? Jawel toch? Of ben ik alleen bij deze twee geweest? Volgens mij ben ik bij deze helemaal niet geweest. Tenminste, ik kan me niet herinneren. Of nee, jawel, want ik heb daar een totemdier gekocht. En een toverstok.
Oh, maar die boeken heb ik gewoon helemaal niet gekocht of zo. Oké, maar dit is het boekwerk van Infernio. Trouwens heb ik niet al die boeken gewoon gekocht. Ja, hier, die heb ik gewoon gekocht al. Van Aantrekkelijk Aura. Oké, maar dat is weer een ander boek dus. De boeken die ik nu kon kopen waren weer anders. Dus dat wil ik op zich wel. Dit kan ik nog niet lezen, want ik heb die rang nog niet. Ik ben wel een volgeling. Ik ga dit boek ook even kopen. Maar ik had dus al het boekwerk van Aantrekkelijk Aura gekocht, blijkbaar. Ik was het helemaal vergeten dan. Maar die wil ik dan wel eventjes lezen en kijken of ik dan ook echt een vaardigheid ontwikkel. Want ik weet niet wat ik nu dan ga doen. Ik zit er nu al in het boek te kijken. Maar ik ontwikkel nog niks. Of ja, ja, ik weet niet wat ik nu doe. Of ik nu iets ontwikkel, dit of zo. Of niet. Of leer ik gewoon dadelijk ineens een spreuk of zo. Ik heb echt geen idee dus of er nu iets gebeurt. Oh, wacht even. Melody heeft een nieuw recept voor een drankje geleerd en heeft een proefmonster gevonden. Eén drankje van aantrekkelijk aura is aan haar inventaris toegevoegd. Oké. Dus bij alchemie hebben we er nu iets bij. Drankje van aantrekkelijk aura. Dus daar is het boek handig voor. Maar nog steeds, we bouwen geen vaardigheid op, maar we hebben dus wel weer iets geleerd, zeg maar, uit het boek. En wat kunnen we daar dan mee? Ja, Simsbeurt, gevoelig gemaakt voor romantische gesprekken. We worden er gewoon aantrekkelijk van als we dat drinken. Wat is dit dan? Een drankje? Oh ja, die hadden we ook geleerd toen. Oké. Maar ik heb het drankje nu dus ook echt. Ja, dit is het drankje van aantrekkelijk aura. Die moet ik dan eigenlijk even drinken als ik met Damon ga praten. Of met iemand die we gewoon willen veroveren. En de behoefte, die had ik trouwens net ook kunnen drinken toen ik moe was. Wacht, ik wil het wel eigenlijk wel eventjes proberen. We kunnen hem toch zo weer maken, want we hebben alleen een appel daarvoor nodig. Ik ben wel even benieuwd of het echt werkt. Nou ja, het zal echt moeten werken, toch? Oeh, ook echt zo'n toverflesje. En is alles vol? Oh ja hoor, alles is helemaal vol. Oké, leuk. Dan nu ga ik eventjes... Oh, hier is het. Hier weer heen. En even kijken of ik nog iets kan leren. Oh, nee, ik wil er niet hierheen gaan. Ik wil... Oh, met wie ging ze nou praten? Mitchell Kalani. Oh, daar wil ik eigenlijk even hallo tegen zeggen. Hallo, leuke man. Hallo. Oh, hij heeft een oorbel in. Hij heeft dezelfde oorbel als ik in. Wat leuk. Is dit ook een tovenaar dan? Mitchell Kalani. Ik denk het bijna wel. Maar ik wilde dus eventjes... ja, hierheen gaan om nog een spreuk te kunnen leren. Ik ga er eventjes naartoe vliegen dan maar. Want dat vliegen is wel handig. Gaat ook een stukje sneller dan elke keer lopen. Er komen wel echt heel veel mensen hier trouwens naartoe. Naar het magische rijk. Dat vind ik wel echt, echt leuk. Oké, eens even kijken. Van wie ga ik vandaag iets leren? Minerva Charm. Of wat is dit? Wijze van praktische magie. Oh, van hem. Oh, hij heeft mij trouwens vorige keer die spreuk ook geleerd. Toch? Die ene Smullio-spreuk, volgens mij wel. Nou, dan wil hij me vast nogal wat leren, toch? Daarom was ik ook zo goede vrienden met hem geworden. Omdat ik wat wilde leren van hem. Kijken of hij me nog wat kan leren. Wat is dit? Geen idee. Glimmersteen vragen. Oh, wat is dat dan? Ik ga hem even de glimmersteen vragen. Ik weet niet wat ik daarmee kan. Maar ik vraag het gewoon en dan zie ik wel wat ik ermee kan. Als ik hem überhaupt krijg. Oh, ik krijg hem! Oh, ik krijg gewoon een magisch iets of zo. Ik heb geen idee wat het is. Goed, daar moet ik dan nog maar even achter komen. Ik wil eventjes toverkunsttraining. Ga ik even aan hem vragen. Kijken of hij me nog wat wilt leren. Oh ja, dat wilt hij hoor. Hij staat wel in me. Dat is weer wat minder lekker. Maar we leren wel wat. Oh nee, we leren toch niet wat. Oh! Toverduel bekijken. Is dit weer Jay Huntington? Oh, ik las ook reacties van dat ik met Jay Huntington moest gaan daten. Ook wel leuk. Oh, hij gaat er nu net vandoor. Dat is dan maar jammer. Ja, Jay Huntington vind ik ook wel een leuke man. Maar ik wil dat deze man me eventjes weer zo'n spreuk leert. Want ik vond het zo leuk. Die ene spreuk. Volgens mij heeft hij er helemaal geen zin in. Nou, dan ga ik wel eventjes met iemand duelleren of zo. Wie is dit? Ik ken deze allemaal. Ik wil even met Daryl duelleren. Of wacht, misschien moet ik eerst hier klikken. Nee, dat moet ik niet doen. Ik moet hier op hem klikken, denk ik. Oh, Jay Huntington is weer terug. Nee, dan wil ik met hem duelleren.
Ik heb echt zin om tegen Jay Huntington te duelleren. Ik weet niet waarom. Wat is dit? Oh, wijze van ondeugende magie. Oeh, Elphaba. Jeetje, wat een interessante naam ook. Sorry als jullie trouwens mijn hond horen blaffen. Ik heb geen idee of jullie het horen. Maar die is heel hard te blaffen. Even kijken. Ik wil duelleren. Duelleren om kennis. Ja. Zullen we er dan zelf ook nog wat van leren als we gaan duelleren om kennis? Was dat het? Ik weet het niet, maar we gaan nu... Waarom gaan we het weer niet op het veld doen? Ik had geklikt dat we het op het veld moesten doen. Nou, blijkbaar doen we het hier. Het... Oh, wacht. We gaan het wel ergens anders doen. Oh, jeetje. We gaan het helemaal hier doen. Oh, maar dat vind ik wel heel spannend. We gaan het echt op het duelleerveld doen. Oh, toch niet. Waar gaan we het dan doen? Oh, toch weer hier. Oké, nou, het zal wel. Ik dacht, we gaan helemaal spannend daar naar boven, maar dat ging toch maar niet door. Hé, hey, hij heeft geen toverstof. Ik vind het toch wel een beetje stom uitzien als je geen toverstof... toverstaf. Ik ben heel in de warm. Moet ik dat toverstok zeggen of toverstaf? Dan zei ik natuurlijk blijkbaar toverstof. Maar, ja. Oh, moet je eens even kijken, joh. Maak hem helemaal in. Oh. We verslaan hem. We hebben een nieuwe spreuk ontdekt. De doodroep. Oh, wat is dat dan? Ongetemde magie. Roept de doden van hun laatste rustplaats op. We kunnen de doden weer tot leven wekken. Oh, te gek. Oh, de totemdier vindt het ook geweldig. Hé, maar dat is leuk. Dus we kunnen nu dode mensen weer tot leven wekken. Dat is zeker handig. En fijn. Ik bedoel maar, als je dadelijk... Oh, is hij weer. Als dadelijk ineens je geliefde dood is, dan breng je hem gewoon weer tot leven. Dat is toch echt gewoon super. Maar waar is die ene vrouw nou? Want ik vond die heel interessant. Elphaba of zo heette ze. Oh, ze is hier beneden. Dan ga ik hier even heen. Ik wil eventjes kennis met haar maken, want zij is van de ondeugende magie. En wij hebben helemaal nog geen ondeugende magie geleerd. Dus ik ben wel benieuwd naar haar en of ze mij misschien iets kan leren. Hoe sta ik ineens buiten de kamer? Wat is daar gebeurd? Oké, ik sta buiten de kamer. Jongens, wat is hier gebeurd? Ik zit gewoon opgesloten. Ik kan er ook niet meer uit. Kan ik er niet uit vliegen of zo? Jawel, ik kan eruit vliegen. Ga ik er nu weer uit dan? Nee, ik zit gewoon vast. Wat is dit nou weer voor geks? Nou ja zeg, kan ik alsnog geen kennis met haar maken? Nou, ik moet maar even uit de wereld gaan dan, want ik zit helemaal klem. Nou ja, dan bewaar ik Elphaba wel tot een volgende keer. Eigenlijk wil ik nog wel eventjes naar Damon. Gewoon, ja, ik ga het gewoon doen. Gewoon om even kennis te maken. En daarna ga ik gewoon weer naar huis. En het is een vampier, dus hij zal vast wel wakker zijn in de nacht. Oké, het is hier heel eng donker. Ik ga op de deur kloppen. Ik hoop echt dat hij wakker is. Ik denk het bijna wel. Oh ja, hij zit er. Ik zie hem door het raam. Kijk, daar zit hij. Oh, hij zit er gewoon. Oh, dat was mijn Google Home. Dat is, ik weet niet of jullie het goed hoorden, maar wij kunnen dus in ons huis omroepen. Dan zeg je gewoon, hey Google, roep om, het eten is klaar. En dan ja, roept hij dus, iedereen die Google Home heeft, roept hij dat om, hoor je zo'n belletje. Ja, nou, misschien hoorde je het, misschien niet, maar dat is wel grappig. Hij is er. Flirterige kennismaking ga ik doen. Ik heb geen idee of hij daarop zit te wachten ook. Hij zit erop te wachten. Oh ja, moet je kijken. Damon. Oeh la la. Oh, nou dit vind ik interessant. Ik ga meteen naar zijn vampierengeschiedenis vragen. Ja jongens. Ik ben niet zo'n geschiedenisliefhebber. Oh, oké. Okay. Damon is zelf ingenomen. Nou, dat hebben we al van hem ontdekt dan. Even naar zijn carrière vragen. Ik heb een schrik. Wat ga ik nog meer aanvragen? Bestaan van vampieren spreken. Hij is bureaumedewerker. Oh, dat is niet zo spectaculair. Nou, voor mij is hij geheim agent dan. Is op zich wel pas wel een beetje bij hem. Eens even kijken. Enthousiast zijn over vampieren. Ik ga gewoon heel enthousiast tegen hem doen. Volgens mij gaat het nu al wel de goede kant op. Ja, en ik ga natuurlijk even vragen of hij vrijgezel is. Het lijkt me bijna wel, want ik heb hem net zo over de wereld gezet. Het lijkt me sterk als hij nu al een vriendin heeft. Ja, hij is vrijgezel. Oké, chill. En dan ga ik nog eventjes met hem flirten.
Kijk of die daarvoor open staat. Wat wilt zij doen? Een dappere versiertruc gebruiken. Dat kunnen we misschien wel doen. Trouwens, die potion. Ja, potion, zoiets in het Engels. Oh, hij vindt het leuk hoor. Maar dat drankje ga ik niet nu al nemen, denk ik. Want nu vind ik het niet helemaal het geschikte moment. Want ik wil zo weer naar huis gaan. Maar volgende keer, als we met hem op date of zo gaan, dan wil ik dat zeker gebruiken. En ik ga even een dappere versiertruc doen. En ik hoop dat het werkt. Ik heb geen idee. Want misschien vindt hij het wel helemaal niks. Oeh. Dat wel zien. Hij vindt het leuk. Hij valt echt voor alles wat ik doe. Nou, ik zei toch, dit is gewoon een match. Ondanks dat we heel erg verschillen qua karakter, gaat het gewoon werken. Ik wist het gewoon. Hier, hij gaat zelfs al met mij flirten. Of deed hij dat niet? Ik heb geen idee. Maar, jongens, ik heb dus echt het gevoel alsof dit wat gaat worden. Ik vind het helemaal leuk. Nou... Geweldig, ik ben helemaal blij. Kijk, hij flirt met me. Ja, oh, dat gaat zo de goede kant op. Oh, en nu gaat het de verkeerde kant op. Nee, toch? Oh, jawel. Oké, ja, tijd om naar huis te gaan. Het ging blijkbaar niet goed. Nee, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Oh. Ja, oké, niet te hard van stapel lopen dus. Maar het gaat op zich de goede kant op. Laat me even weten wat jij van Melody en Damon samen zou vinden. Ik denk dat het wel wat is. Ik denk het wel, want ja, ze zijn heel verschillend. En zoals je net ziet, het ging weer even fout. Maar ik denk, in the end, dat het echt wel kan werken tussen hun twee. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel leuke tovenaren. Ik bedoel, Jay Huntington is heel leuk. Ik heb eigenlijk heel veel leuke mensen gezien. Dus ja, daar kunnen we ook zeker nog tussen kijken. Maar Damon is natuurlijk een vampier. En daar, ja, zochten we een beetje naar. Of nou ja, of niet per se, maar... Ja, oké. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Oké, ondanks dat Melody niet heel erg moe is, gaat ze wel even slapen. Zodat ze over een paar uurtjes weer gewoon lekker helemaal fris is voor de volgende dag. Is nu wel een beetje beschaamd. Ja, we hadden niet te hard van stapel moeten lopen. Maar oké, ik moet trouwens ook nog steeds deze dingetjes planten. Dus dat ga ik in de volgende aflevering zeker even doen. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren, zodat je geen aflevering meer mist van het Magisch Rijk. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!